welkom bij deze nieuwe video. Laat je vooral niet afleiden door mijn hele afleidende overdreven make-up. Maar ik heb deze make-up look gemaakt voor Instagram. Dus mocht je de foto en de tutorial willen zien, volg me even op Instagram. Dat is Sarah Marie. Maar het gaat vandaag niet over deze look. Ook al weet ik dat die sommige mensen gaat afleiden. Maar probeer je te concentreren op de video. Ik ga het vandaag hebben over een aantal producten die ik echt geweldig vind. Nooit echt benoemen in video's. Sommige wel, maar de meeste niet. En waarvan ik gewoon denk dat jullie het echt nodig hebben. Het zijn echt hele random dingen. Het is ook niet allemaal make-up of beauty. Het meeste wel, maar sommige dingen niet. En het zijn gewoon hele handige producten die ik gewoon zeker iedereen aanraad. En het is gewoon allemaal makkelijk te kopen in Nederland en zo. Dus dat leek mij ideaal. En ik dacht, ik ga het gewoon even met jullie hierover hebben. En ik hoop vooral dat ik een aantal mensen echt hiermee kan helpen. Want sommige van deze producten waren echt een ontdekking voor mij. Die echt, ik wil niet zeggen mijn leven hebben veranderd. Want dat is een tikkeltje dramatisch. Maar ik ben er in ieder geval heel blij mee. En ik ben blij dat ik ze heb ontdekt. Dus ik wil ze graag delen met jullie allemaal. Dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel verder. Het eerste product waar ik het over ga hebben is voor de oksels. Heel handig voor de mensen die veel zweten. Of in ieder geval snel die vieze zweetgeur krijgen onder de oksels. Ik heb hier de Odorex Extra Dry Dapper. Dit dingetje is te koop bij de Kruidvat. Is iets van rond de 7 euro. En is super handig. Ik heb hier de dapper. Maar je hebt ook een roller, je hebt ook een spray. Ik persoonlijk vind de spray het fijnste, want die kun je gewoon snel onder je oksel sprayen en dan ben je klaar. Maar die is op nou en ik had nog deze en ik dacht ik maak eerst deze op voordat ik die spray koop. Maar ik vind de spray variant fijn. En deze is super handig voor mensen die vieze okselgeur snel krijgen. Ik zweet niet echt heel veel ofzo, maar ik heb wel snel dat als ik het warm krijg, je echt die zweetgeur ruikt. En dat is gewoon niet lekker, ondanks dat ik gewoon douche en me insmeer en deo gebruik. Vooral in de zomerdagen heb ik er gewoon echt last van. En dit ding is echt super handig. Er staat op dat je hem moet gebruiken voordat je gaat slapen. En om dan eventjes opdoet, ik gebruik hem gewoon letterlijk als deo. Gewoon nadat ik in de ochtend heb gedoucht, doe ik deze in mijn oksels. En het heeft echt nut. Die zweetgeur komt gewoon niet. En ik heb nou echt al 3 van deze dingen opgemaakt. En ik vind ze echt ideaal. Dus voor mensen die dit probleem ook hebben, je hebt hem gewoon bij de Kruidvat. Dan wil ik het ook even hebben over mijn telefoonhoesje. Ik gebruik letterlijk altijd dezelfde. Hij is gewoon van de AliExpress. En dat is dit telefoonhoesje. Nou is hij al wel heel oud. Je kunt ook al die krassen en zo zien. Maar dit is een spiegel. En het is oprecht een best goede spiegel. Je kunt ook mij daar zien, denk ik nou, in beeld. Je kunt echt oprecht je eigen echt heel goed zien. En ik vind deze super handig, want als ik door de dag heen mijn make-up bijwerk of ik moet even iets zien op mijn gezicht, draai ik gewoon zo mijn telefoon om, doe ik me gewoon een beetje zo opmaken. Echt, mensen kijken me ook echt altijd aan van wat is zij aan het doen. Maar dit is dus echt gewoon een super handige spiegel. Hij kost je minder dan 1 euro, echt maar een paar cent. Het is van de AliExpress misschien 40 cent, 70 cent. Iets in die categorie, maar ik sla deze altijd in. Je hebt hem ook in verschillende kleuren. Ik heb hem in rosé en roze, die vind ik fijn. En ik gebruik deze hoesjes echt al een jaar of zo. Ik heb altijd dit hoesje. En hij is gewoon super handig. Hij beschermt ook je telefoon, obvious, want het is een hoesje. Maar ik kan niet meer zonder deze spiegel. Ook als ik met vriendinnen ben, ze vragen mij heel vaak, hey, mag ik even jouw hoesje gebruiken? Om gewoon even te kijken. Ik vind hem echt ideaal. Het enige wat misschien iets minder is, is omdat ik er eentje met kleur heb, dat het niet een echte spiegel is. Je kunt wel die roze beetje waas zien, dus je kunt niet echt precies de kleuren zien, maar gewoon voor je make-up bijwerken of als je gewoon even iets moet zien, als je iets op je gezicht hebt of whatever. Deze hoesjes zijn echt geweldig. Ik zet by the way de link in de beschrijving onder deze video en als die link al is verlopen, want dat is vaak met AliExpress, zoek gewoon op mirror phone case en dan vind je echt 100 van deze hoesjes. Dan iets wat ik echt sinds iets van 3 maanden heb ontdekt of zo, wat echt al lang bestaat, maar het is pas nu in mijn leven en dat is zelfbruiner. Echt sinds ik zelfbruiner heb ontdekt, mensen, elke week, standaard in mijn routine, doe ik elke week 1 keer per week zelf bruiner op. Ik heb het in iets van 2 video's geleden, een paar video's geleden ook al hierover gehad, waarin ik er eentje ook had getest. En ik vind ze echt geweldig. De 2 die ik gebruik zijn deze van Vanity. Die is vrij klein. Je krijgt niet veel product. Iets van 150 milliliter. En hij kost 40 euro. Is best wel duur. Je hebt van Vanity gewoon een Nederlandse website. Ik zal hem ook in de beschrijving zetten onder deze video. Zodat je niet naar de Australische website gaat. En deze is echt de mooiste zelfbruiner die ik ooit heb gebruikt. Hij is super mooi goud. Ik heb hem nu niet op. Ik heb nou deze op, omdat ik die dus in een van de video's had getest.
Maar deze is echt nog steeds mijn nummer 1. Ondanks dat deze ook goed is, vind ik deze toch een tikkietje beter. Maar ik vind ze echt allebei top. Deze is van Bondi Sands. Kost je €20 en is te koop bij de Ethos. En je krijgt meer product. Wat je wel echt moet doen met deze en wat met deze niet hoeft, is er afwassen. Je kunt het na 1 uur eraf wassen als je gewoon een klein beetje bruiner wilt zijn. Of je wast hem na 2 tot 3 uur af. Dat doe ik. Maar je moet hem wel echt eraf wassen. Anders gaat hij zeg maar ophopen op je huid. Dat heb ik nou ook hier. Ik had hem er niet afgewassen. En ik weet niet of je die streep hier kunt zien. Dit gebeurt er als je het niet afwast na een aantal uur. Omdat ik het niet gewend ben om het af te wassen. Want met deze van Vanity hoeft het niet. Je kunt hem gewoon opdoen en gewoon pas douchen in de ochtend. Dat doe ik altijd. En dit hier, wat hier gebeurt, gebeurt niet met deze. Dus die hoef je er niet af te wassen. Maar als je deze er gewoon afwast, dan gebeurt dit ook niet. Maar dat is het enige verschil. Maar ik vind ze allebei echt top. Zelfbruiner is super handig. Je hebt het echt gedaan binnen 5 minuten. Ik weet niet waarom, maar sommige mensen, ja, een aantal mensen die denken dat zelfbruiner opdoen veel werk is. Maar dat is echt totaal niet. Letterlijk 5 minuten en ik heb het op. Ik ging altijd zonnebanken, maar zonnebanken, ja, het is ten eerste duur, want ik moet altijd onder de hoogste en die is iets van €15 en ik moest elke week gaan, dus €15 elke week. Plus ik moest erheen gaan, helemaal omkleden, daar 20 minuten in de apparaat zitten, weer terug naar huis gaan. Dat kost ook allemaal tijd, terwijl ik dit gewoon thuis kan doen voor minder geld en binnen 5 minuten. Dus ik vind zelfbruiners echt toppie. Ik had ook in die video gelezen dat heel veel mensen commenten met dat ze een hele goede gebruiker van de Primark, maar welke dan? Dus als jij een van die mensen bent, laat me even weten precies welke je gebruikt. Want de Primark heeft verschillende. En kennelijk is die maar €4 en is die heel goed. But I don't know. Ik gebruik in ieder geval deze twee. Dan nog iets wat te maken heeft met het lichaam. En dat zijn ingegroeide haartjes. Ik denk dat vrouwen die zichzelf scheren heel vaak problemen krijgen met ingegroeide haartjes. En van die bultjes en zo hier bij de oksels of bij je schaamstreek. Die twee plekken zijn de plekken waar het vaakst gebeurt. Mensen gebruiken allemaal Avoid. Ik heb het flesje hier niet, maar ik breng hem wel hier in beeld. Hij is op, dus ik moet hem opnieuw kopen. Ik heb hem al 3 keer opgemaakt. Als je nadat je hebt geschoren deze opdoet, dan worden je ingegroeide haartjes oprecht minder. Je krijgt ook minder van die rode plekken. Ik had er bij mijn oksels niet echt last van, maar bij mijn schaamstreek wel. En sinds ik die gebruik, is het echt een verschil. Ik gebruik gewoon de normale, de original. Die is dus blauw. Maar je hebt ook eentje die is echt speciaal voor de schaamstreek. Ik heb die nog nooit gebruikt, maar misschien is die fijner. I don't know, maar ik gebruik gewoon altijd deze. Ik heb het niet, maar ik weet dat heel veel meiden er ook last van hebben bij de oksels. Dus mensen, gebruiken dit product. Hij is iets van €15. Je kunt hem gewoon online bestellen. Ik zal ook weer die link in de beschrijving zetten. Hij is het echt waard en hij werkt echt. En je hebt een aantal verschillende. Volgens mij heb je ook eentje voor de gevoelige huid. But I'm not sure. Maar je kunt gewoon even online kijken. Maar ik gebruik gewoon altijd de original. Dan heb ik ook nog een handig apparaatje voor meiden die hun gezicht schoonmaken. Ik denk dat heel veel meiden make-up opdoen en altijd hun gezicht schoonmaken daarna. Vergeet niet om nooit met make-up te slapen, mensen. Maar ik wil iedereen dit apparaatje aanraden van de Action. Deze heb ik al 1,5 jaar of zo en ik gebruik hem gewoon nog steeds. Deze is super handig. Je krijgt 2 van deze kopjes erbij en je hebt deze. Deze is meer zacht, maar ik gebruik die nooit. Ik gebruik altijd deze om mijn gezicht schoon te maken. Ik gebruik deze met de reinigingsmousse van Starskin. Maar je kunt gewoon de producten gebruiken die je altijd al gebruikt. En dan doe je met deze zo je huid schoonmaken. Deze is van de Action. Ik denk dat hij nog te koop is. Hij is iets van €6. Hij is niet heel duur. Ik had er ook destijds een video over gemaakt. Echt al 1,5 jaar geleden. Ga die video alsjeblieft niet bekijken. Want oh my god, cringe. Maar goed, dit apparaat is echt super handig. En hij is gewoon van de Action. Ik gebruik ook gewoon nog steeds dezelfde borstels. Van gewoon echt van 1,5 jaar geleden. Ze zijn nog goed. Dus ik vind dit ding echt top. Dan wil ik het hebben over kleurlenzen. Ik heb heel vaak kleurlenzen in. Ik wilde vandaag ook kleurlenzen in doen. Die doe ik altijd in voordat ik me ga opmaken. Maar ik was me aan het opmaken en toen besefte ik me dat ik ze niet had ingedaan. En mijn hele ooglook was al af. En ik dacht, ja, dan gaat mijn gezicht weer tranen en zo. Laten we dat mijn gezicht tranen. Alsof mijn gezicht gaat tranen. Ik bedoel, dan gaan mijn ogen weer tranen en zo. Dus ik heb het maar gewoon gelaten. Maar ik heb hier geweldige kleurlenzen van Alice Lenses. Veel meiden vragen me altijd welke kleurlenzen ik gebruik. Ik gebruik jaarlenzen van Alice Lenses. Ook die links zet ik in de beschrijving. Ik heb 3 kleuren. Ik heb hier een licht bruine kleur. Ik heb hier een licht blauwe kleur. Die heet Pearl. En ik heb een groene kleur die ik het vaakste in doe. En deze heet Sapphire. En een lichte bruine heet Beige Glow. Ik breng ook even wat
foto's in beeld waarin ik ze in heb. Ik vind blauw, groen en lichtbruin super mooi. Dus die drie kleuren heb ik. Volgens mij zijn de lenzen iets van €40. Maar het zijn jaarlenzen. En ik heb ze ook al een paar maanden. En ze gaan echt top mee. Ze irriteren mijn ogen niet. Terwijl ik daar altijd wel last van heb. Maar dat komt ook vooral door de lenzenvloeistof. Dus ik gebruik nou deze BioTrue lenzenvloeistof. Die heb ik van mijn vriendin gehad. Jasmin, heel bedankt hiervoor. Want deze zijn best wel duur. Maar deze irriteert je ogen niet. En deze lenzen lijken zo echt. Ik heb vaker kleurlenzen gebruikt. Ik heb ze ook opgestuurd gehad. Omdat ik dus video's maak. Heel vaak lijken ze gewoon super nep. En dat is met deze niet. Dus ik raad iedereen Alice lens aan. Ik vind ze echt top. Nou, dan nog iets voor de haren wat ik eergisteren heb ontdekt en iedereen wil aanraden. Ik heb hem al opgemaakt, want het is gewoon een haarmasker, dus ik heb hem nou even hier niet. Wie belt allemaal weer aan, jongen? Maar ik heb dit Starskin haarmasker geprobeerd en oh mijn god, ik ben echt in shock van hoe zacht mijn haar is. Mijn haar is super zacht, mijn haar is nooit zacht, want ik heb krullen en krullen zijn niet echt heel zacht. En echt, ik kreeg echt meer volume. Het is echt een topmasker. Ik heb nog nooit een haarmasker ingedaan waarvan ik echt ook gelijk zoveel effect zag. Ik heb hem pas één keer geprobeerd, maar toch wilde ik hem gewoon echt nu al aanraden. Omdat hij echt gewoon na één keer al gewoon gelijk top was. Er staat op dat je hem één keer per week moet indoen. Dus ik ga er zeker meer kopen, want ik vind hem echt top. En mijn haar is ook echt super mooi. Ik weet niet of jullie echt verschil kunnen zien. Misschien wel, maar ik zie wel echt verschil. Wat hij zou moeten doen is meer volume, is meer glans. Is je haar zachter maken en dat doet hij allemaal. Alleen glans zie ik niet echt. Maar ik zie glans nooit, omdat ik gewoon echt heel donkere haar heb en krullen. Glans zie ik echt nooit, maar ik vind hem echt geweldig. En ik raad hem echt zeker iedereen aan. Hij is niet speciaal voor krullen, hij is gewoon voor ieder haartype. Haal hem gewoon voor één keer. Je kunt hem gewoon bij de Douglas halen. Volgens mij, want ik heb hem gewoon van Starskin gehad. Dit is geen promotie of zo. Dit is echt gewoon, ik vind hem gewoon echt heel goed. Daarom wil ik hem laten zien. Maar als het goed is, kun je hem ook bij Douglas bestellen. En dan zet ik de link ook in de beschrijving. Maar dat haarmasker echt... Echt, ik ben echt gewoon impressed. Ik ben echt in shock. Nou mensen, dit waren dan de random producten die ik wilde aanraden. Ik hoop oprecht dat jullie hier iets aan hebben gehad. Let me know als je er iets aan hebt gehad, want ik hoor het graag. En als jullie leuke producten hebben waarvan je denkt, dit moet iedereen weten, let me know ook in de comments. Laat het ons allemaal weten in de comments. Vergeet ook niet te liken en te abonneren. Abonneren kan door hier op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!